die kamerbewoning voor de inwoners van Nijmegen met zich meebrengt, roept veel emoties op. Zeker als wethouder Beert Veldhuis suggereert dat mensen die klagen over lawaai door studenten niet al te serieus genomen moeten worden. Woensdagavond kwamen ongeveer 140 mensen op een inspraakavond in het stadhuis om te praten over een plan om het kamerverhuurbeleid wat aan te scherpen. De emotie zit inmiddels zo hoog. Heel concreet is goed luisteren naar waar wij tegenaan lopen, wat onze problemen zijn. En is goed te kijken naar het hele dossier wat inmiddels na een jaar is opgebouwd. De gemeente is er inmiddels wel mee bezig, maar het duurt allemaal zo lang. En ik heb gelukkig nu wat mensen uit de politiek gesproken die belangstelling hebben voor onze problematiek. En dat doet mij goed. Wij spreken namens de bewoners en er zijn een toenemende groep bewoners bij ons in de buurt die zegt we hebben er een beetje genoeg van. De argumenten zijn net gewisseld hier bij het debat hier. Dat mensen regelmatig met de alleenwonenden praten. En dat ze na verloop tijd er genoeg van hebben. En dan zeggen van het moet anders. De gemeente kan wel proberen mensen ertoe te verleiden om meer verder te gaan kijken in de stad waar mogelijkheden zijn om te gaan wonen. Misschien ook die buurten, die straten aantrekkelijk te maken ook voor anders voor alleenwonenden om daar te gaan wonen. Quotering als... Het zou een prachtig middel zijn, maar daar zetten wij als bewonersorganisatie niet op in, omdat de gemeente daar niet aan wil. We hebben al van tevoren overlegd, we hebben een brief opgesteld en wij dachten, als we toch hier vanavond al zijn, spreken we meteen de politici aan. Dus dat hebben we gedaan. Ik ben hier ook namens de vertegenwoordiging van studenten. En ik vond het debat, merkte er was veel behoefte om onrust en woede te uiten. Dus dat was een groot deel van het debat. Want overlast, dat vinden wij ook dat dat niet moet kunnen. Alleen wat ons wel tegen de borst stoot was de framing die hier toch steeds weer vooruit kwam van de overlastgevende student. Alsof alle studenten eigenlijk alleen niks anders kunnen dan overlast geven. Voor de studenten in de overlastpanden willen we ze vooral meegeven dat ze... ook rustig in de stad kunnen drinken en dan niet tot overlast kunnen over te zijn voor mensen. Volg ons online via Facebook @altijdn1, op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd n1.